Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. iOS 12 is uit. 7 tips waar jij wat aan hebt. Wil je meer van zulke filmpjes? Geef dan een duim omhoog en abonneer je op mijn kanaal. De eerste tip, de eerste nieuwigheid van iOS 12 is schermtijd. Je gaat naar instellingen en je gaat hier naar schermtijd. Hier zie je hoeveel tijd je vandaag hebt gespendeerd op je iPhone. 3 uur en 31 minuten. Klik je hierop, dan zie je een uitgebreidere samenvatting. Je ziet wanneer dit gebeurd is. Ja. En je ziet ook op welke apps je het meeste tijd hebt gespendeerd. Ik heb 12 minuten getelefoneerd, ik heb op TubeBuddy gekeken, Messenger, Instagram en zo meer. Schermtijd geeft ook weer hoeveel keer je iPhone hebt opgepakt. Ik doe dat 2 keer per uur. Ik heb dat vandaag 50 keer gedaan. Je ziet, het meeste heb ik dit gedaan rond 12 uur. En je ziet ook hoeveel keer je die hebt opgepakt voor welke app. Messenger 14 keer, Twitter 5 keer, Instagram 4 keer enzovoort. Er zijn ook mogelijkheden om je iPhone in te stellen op apparaatvrije tijd. Je kan zelfs limieten op je apps instellen. Je kan zeggen, het gebruik van een iPhone is altijd toegestaan bij die op die app. En je kan ook privacy blokkeringen instellen. Een tweede nieuwigheid, een uitgebreidere nieuwigheid, is niet storen. Ook weer via instellingen. En je vindt hier niet storen. Je ziet, ik heb dit aangezet. Niet storen. Dus mijn telefoon zal geen geluiden maken. Terwijl ik dit filmpje aan het maken ben. Ik heb een geplande niet storen van 10 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens. En ik stel zelfs de bedtijd in. Wat bedtijd betreft, dit kan je ook anders instellen. Je gaat naar klok. Hier heb ik mijn wekkers ingesteld, maar hier zie je bedtijd staan. En hier kan je dat weer instellen. Bedtijd. En ook weer deze selector, bedtijd staat aan. Er is nog een mogelijkheid om niet storen te activeren. Je swipet van onder naar boven. Dan gaat het bedieningspaneel omhoog. En hier zie je dat maantje. Dat is aangeklikt. Maar als je dus erop drukt, krijg je hier een aantal mogelijkheden. Ik wil 1 uur niet gestoord worden, tot morgenochtend niet, tot ik deze locatie verlaat, tot het einde van deze activiteit. Dit zijn allerlei nieuwe manieren om niet storen in te stellen op je iPhone. Derde tip is een tip over paswoorden die je kan automatisch invullen met je Touch ID. Je gaat naar instellingen. Hier zie je wachtwoorden. Dit moet aanstaan. Hier zie je dat 11 wachtwoorden in mijn iPhone staan. Wat moet nog ingesteld staan, is hier Touch ID. Touch ID. De code in. En hier staat een nieuwe selector, een nieuwe switch. Automatisch invullen van het wachtwoord door middel van een Touch ID. Hoe gaat dat nu in zijn werk? Wel, Telenet webmail bijvoorbeeld. Ik moet dit hier invullen. Of ik klik op e-mailadres. Hier staat, voor deze website moet ik mijn e-mailadres invullen. Ik tik daarop. En hier staat gebruik Touch ID om in te loggen bij Telenet. Ik doe dat op de home button. En voilà. Wachtwoord wordt ingevuld. En ik klik op aanmelden. Voilà. En nu ben ik ingelogd in mijn webmail. Op mijn iPhone. Met mijn Touch ID. Ik heb dus niets moeten intikken. Vierde uitgebreidere
nieuwigheid gaat over de batterij. Batterijverbruik. Je gaat naar instellingen. Je gaat naar batterij. En er wordt een uitgebreidere batterijverbruikstatistiek weergegeven. En ook wanneer dit gebeurd is. En zelfs waaraan. Aan welke app je veel stroom hebt verbruikt. Hier staat het in percentages, maar klik je hierop, dan zie je ook hoe lang die batterij stroom heeft verbruikt aan deze apps. Een vijfde nieuwigheid is SOS-melding. Je gaat weer naar instellingen en hier staat SOS-noodmelding. Die heb ik aangezet. En hier staan ook mijn SOS noodcontactpersonen. En die komen hier in te staan door je medisch ID in te vullen. Daar heb ik ook al een filmpje over gemaakt. De link zie je nu rechtsboven verschijnen. Zet dit ook aan, aftelgeluid, als je het eens wilt proberen. Want als je 5 keer op deze knop snel achter elkaar drukt, begint hij af te tellen. En na het aftellen zal ik bellen naar een noodnummer. Ik ga dit voordoen. Ik ga 5 keer snel hierop klikken. Je hebt gezien wat er gebeurd is. Hij begon dus direct naar een noodnummer te bellen. En dan moet je afzetten. Dat aftellen kan je hier aanzetten. Aftelgeluid. Een zesde iOS 12 tip. Het is weer een uitgebreidere versie van het bedieningspaneel. Je gaat naar instellingen. Hier staat bedieningspaneel. En hier staat pas de regelaars toe. En er zijn een aantal nieuwigheden. Zoals scan QR-code. Dat bestond al bij je fotoapparaat. Maar dan moest je daar naartoe gaan en zo. Hier kan je dat direct aanklikken. Ik laat zo dadelijk zien hoe. Je kan zelfs je scherm opnemen. En je hebt een vergrootglas. Dus als je hier op dit plusje klikt. Ja, dus plus. En mijn schermopname. En mijn vergrootglas. Dan staan ze hierbij. Ik ga er dus uit. Dus ik swipe naar boven. En dan heb je het bedieningspaneel. Dan zie je hier dictafoon, de QR-code, opname en je vergrootglas. Ik heb daar al een filmpje over gemaakt en de link zie je nu rechtsboven verschijnen. Tip nummer 7 van iOS 12. Een verbetering van het toetsenbord. Je ziet dat ik hier een tekst heb en mijn toetsenbord is naar boven geklapt. Nu, ik wil hier ergens iets veranderen, dat. En dan zou ik met mijn vinger daar tussen op die spatie moeten klikken. Dat krijg je bijna niet gedaan. Maar als je nu op de spatiebalk drukt, blijft druk, verandert je toetsenbord in trackpad en kan je dus je cursor gemakkelijk daar plaatsen. Zeer handig. Probeer het zelf ook maar eens. Dit waren 7 tips van de vele nieuwigheden van iOS 12. Probeer ze maar eens uit. Geef een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!